Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer. En deze keer met Arnold. Ja, helemaal uit El Salvador. En met Robin natuurlijk. En deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Knaken.nl. Dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, heren, we hebben natuurlijk het nodige nieuws. En we zagen gisteren het weekend zagen we het nieuws over El Salvador natuurlijk. Die wil een Bitcoin-stad gaan bouwen. Waar je 0% belastingen betaalt. Nou, het klinkt echt als een paradijs op aarde. Arnold, hoe heb jij dat nieuws ontvangen? Wist je er al een beetje van dat dit zo speelde? Of, nou, ik wist dat Bukele bij de conferentie langs zou komen. Er waren twee conferenties in San Salvador. Hij kwam langs bij de andere dan waar ik was geweest. Maar ik was net onderweg naar Nederland. Dus ik heb het pas gehoord toen ik weer aan land was. Ja, en nou ja, goed, het hele idee is natuurlijk om 1 miljard aan obligaties uit te geven, gedekt door, volgens mij door middelen uit de staatskas. Ze gaan zeg maar de helft gebruiken om bitcoin te kopen en de andere helft om die mining activiteiten uit te breiden. Mining via vulkaan. Ja, het is de eerste staatsobligatie eigenlijk die iets met bitcoin doet. Mm-hmm. En de details zijn volgens mij ook nog niet helemaal duidelijk. Volgens mij zijn er zelfs nog niet eens de juiste wetsvoorstellen doorgenomen en zo. Nee, maar de aankondiging is er. En wat dit eigenlijk betekent is dat El Salvador naast gewoon op landelijk betaalniveau en spaarniveau ook echt op obligaties inzet om aan hun bitcoin infrastructuur te bouwen. Want naast dat ze 500 miljoen dollar aan bitcoin gaan kopen, als ze die 1 miljard dollar op kunnen halen, gaan ze dus die 500 miljoen dollar onder andere stoppen inderdaad in die Bitcoin mines bij vulkanen. Al heb ik wel het idee, om gelijk met de deur in huis te vallen, die vulkanen en Bitcoin minen en zo, hoeveel hersenreed gaan ze daarmee draaien? Hoe snel gaan ze die 500 miljoen terugverdienen daarmee dan? Ja, volgens mij het is een looptijd van 5 jaar of zo ook, obligaties. En het is uiteindelijk ook, wordt het soort van gedekt door belastinggeld. Want als alles faalt, ja, dan moeten gewoon de lokale bevolking ervoor opdraaien. Die details zijn dus nog niet helemaal bekend volgens mij. Maar dat is wel volgens mij eigenlijk altijd het geval bij staatsobligaties. Ja. Dus we kunnen er stiekem wel een beetje vanuit gaan. Ja, en ik begrijp ook, dat die 500 miljoen aan bitcoin die ze gaan kopen, dat wordt dus een soort van market buy als ze dat geld hebben. En dan is die bitcoin dus gewoon voor 5 jaar uit de markt. Dat is ook wel een leuk detail. En dan na die 5 jaar worden die dan weer geliquideerd of is dat ook nog niet bekend? Niet bekend, maar op een gegeven moment stapsgewijs geloof ik. Inderdaad, langzaam maar zeker. Maar het wordt dus een enorme chunk bitcoin opgekocht en die houden ze dan een poos vast. Dat is het idee. Je hebt daar best wel lang gezeten, Arnold. Hoe denk je dat dit nieuws valt bij de gemiddelde mensen in El Salvador? Is dit, zeg maar, zijn mensen hier om te juichen ondanks de kleine protesten? Of is dit wel iets wat misschien te ver zou gaan? Nou, die protest, ik ben er dus in september 6 weken geweest. En net afgelopen maand 2 weekjes. En die protesten die zag ik alleen in september. Die heb ik afgelopen 2 weken helemaal niks van gehoord. En eigenlijk de locals die ik heb gesproken zijn inmiddels wel aardig te spreken. Het is veel minder politiek geworden. Dus in september, als je erover begon, dan was het gelijk een politieke kwestie. En nu kun je veel makkelijker het gesprek erover beginnen. Oké, dus komt dat door het gebruik, denk je? Ja, ik denk dat door de stijgende prijs. Heel veel mensen die dan die $30 hebben gekregen, hebben nu $50. En dat is voor hun echt veel geld. En ja, dat is wel echt anders, hoe mensen er nu naar kijken. Want wat is ongeveer het gemiddelde maandsalaris in El Salvador ook alweer? Minimumloon is $350 per maand. Per maand, ja, bruto. Ja, een van die dingen ook. Daar kom je pas achter als je daar rondloopt. Ik weet niet of het nog herinnert. Je kon dus benzine kopen met korting. Als je Chivo gebruikte. Via Bitcoin. Ik hoorde dus van zo'n taxichauffeur dat hij dan €4 per dag korting krijgt. Tankt iets van voor $20 per dag. Dus daarmee heeft hij gewoon $60 per maand. Daar bespaart hij op. Wat gewoon 20% is van zijn salaris. Ja, dat is bizar veel. En je hebt heel veel taxichauffeurs daar, want dat is gewoon dat iedereen wel kan rondrijden met een Uber. Als Uber. Toen ik voor de eerste keer het nieuws las, dacht ik van wat leuk, die korting. Maar voor die mensen is het echt een verschil. Gewoon 20% meer inkomsten.
Ja, maar dat is eigenlijk wel een goed onderwerp van met zo'n gemiddeld maandinkomen van de $350 in of de minimumloon. Misschien zitten de meeste mensen daar zelfs nog onder als ze geen baan hebben. Ja. Hoe heet dat? Dan zie je Bekele op Twitter een beetje in het Engels zeggen van, hey, ik heb weer even 420 bitcoin gekocht van dat belastinggeld. Het is allemaal best wel een beetje wrang. Kijk, als er vervolgens, daar heeft natuurlijk ook zo'n PR-bericht over 20 ziekenhuizen voor dieren en die kortingen Ja. op benzine. Dat is wel echt iets wat ook echt daadwerkelijk helpt. Maar dat moet wel uiteindelijk een beetje terugvloeien naar het volk, tussen aanhalingstekens, zeg maar. Het is leuk dat dit nu allemaal gebeurt. Maar het zou Absoluut. mooi zijn als het land zelf daar ook van gaat profiteren, in plaats van alleen maar een ingevlogen bitcoiners, bij wijze van spreken. Ja, en uiteindelijk die korting die uitdeelt, dat heeft eigenlijk ook weer niet zoveel met Bitcoin te maken. Dat heeft gewoon Chivo en Ja. een verkooptrucje wat ze daaraan hebben gehangen. Maar ja, het zorgt wel dat die locals die dat spreekt, die zijn er ineens heel blij mee. Want voor hun is het echt veel geld. Ja. Eerst die 30 Ja, dat is wel euro en dan nu een. deze korting. Dat is wel een bijzondere dynamiek, denk ik, dat er nu dus een land is die gewoon daadwerkelijk Bitcoin promoot, ook onder zijn eigen bevolking. Met zijn gebreken natuurlijk, want het is en blijft gewoon een soort van snel uitgerold plan van een president die er Supersnel, volgens ja. de huidige wet nog maar een paar jaar kan zitten. Ja, klopt Ja, inderdaad. Ja. en hij heeft natuurlijk toch, hè, de criticaster zal ook zeggen, hij heeft toch gelukt dat die Bitcoinprijs in oktober zo gestegen is natuurlijk, wat dat betreft. Het had ook de andere kant op kunnen gaan, de pendel, Bitcoin Voor de had. korte termijn zeker, ja. Ja, Hè, en nu dus voor de helemaal met die altijd. obligaties. Nou gaan de komende 5 jaar echt heel belangrijk worden. Want als hij dus Ja. met die obligaties die 500 miljoen in Bitcoin koopt, nou ja, dan is het dus echt essentieel dat die prijs wel iets gaat stijgen. Als je die rente moet afbetalen van 6,5%. Nou, heel even dat kopje over de staatsobligaties. Want inderdaad, investeerders kunnen dus inderdaad die 6,5% rente krijgen. Hè, als ze dus investeren in die staatsobligaties van El Salvador. Dat wil ik nog even kwijt. Want dat is inderdaad Ja. ook. Hè, op wie mikt die nou? Dat zijn ook bitcoiners natuurlijk buiten het land, neem ik aan. Dus dat is voor mij Ja, nog dat een denk ik vraag. wel. Want Ja. het is ook uitgegeven door, het wordt uitgegeven door Blockstream. Wel bekend van onder andere Adam Back natuurlijk. En Op Liquid. die hebben een sidechain op Liquid inderdaad. En hoe ik het begrijp, wordt het daar dus een soort van, weet je wel, zo'n staatsobligatie, maar dan als token op Liquid. En als hij het dus niet in Amerika of zo uit gaat geven, ik denk dat je dan gewoon wereldwijd die token kunt Ja, het kopen. gebeurt in samenwerking met Bitfinex. En in de presentatie zei de president, of de Samson Mao, ook, dus dat is van Blockstream, dat bijvoorbeeld op Bitfinex zitten de grote whales, dat is een beetje het platform voor die grote jongens, dat die dan via Klopt. Bitfinex heel simpel mee kunnen doen in die obligatie. Ja, Ja, hoe Bit. zien jullie dat? Ik heb liever echte bitcoin in plaats van een staatsobligatie in El Salvador, waarmee ze mogelijk bitcoin gaan mijnen op een vulkaan. Ja, voor mij Nou, ook, maar. ik vind het wel interessant. Ik vind het wel interessant om eventueel mee te diversificeren. Maar goed, ik heb de details. Details zijn nog onduidelijk. En Wat kijk, en wel tof is dat Bitfinex. IMF natuurlijk dreigde om die andere obligatie van 1,3 miljard stop te zetten. Toen ze dus die wet Ja. aankondigden. En nu hebben ze zoiets van, nou ja, op zich hebben we jullie niet nodig om geld op te halen. Dan kunnen we ook wel op de soort van crowdfund manier via bitcoiners. Dat moet nog blijken of het werkt. Ja. Maar dat is inderdaad wel het vette eraan, hè, het hele verhaal van. Ja. Want het schijnt dat die aanvraag nog wel nog steeds open stond. Want er waren een beetje gemixte berichten. Want de IMF had wel gezegd van, hey, dit is een beetje een gevaarlijk pad die El Salvador op gaat. Maar die onderhandelingen over die staatsobligaties, dus een lening vanuit het IMF voor El Salvador, dat loopt ook nog steeds. Moet je voorstellen dat hij dat rondkrijgt, allemaal mooie plannen inlevert van, oh, dan gaan we dit mee doen, infrastructuur zus. En dat hij dan gewoon Bitcoin koopt. Ja. Ja, en op zich, Robin, jij stelde ook wel een terechte vraag, hè? Want ik zag in ieder geval in oktober was er 0,002 nog wat Bitcoin. Dat was iets van $270 destijds gemined via vulkanen. Dus ik ben ook wel benieuwd Ja. naar de potentie, weet je wel. Hoeveel blokken kun je via die vulkanen eruit persen? Ja. Kijk, misschien is het ook een kwestie van. Ze hebben toch heel veel van dat soort plekken in El Salvador, als ik het goed begreep. Ja, Tientallen, geloof dit wordt ik. ook een nieuwe vulkaan volgens mij, waar ze die Bitcoin-stad willen bouwen.
Een nieuwe vulkaan, een nieuwe plek waar ze dan dat opzetten. Ja, want op zich snap ik ook wel dat je niet gelijk elke mogelijke plek volstampt met hardware, terwijl je nog niet weet wat het daar precies gaat doen. Ja, ik had ook wel wat, een kwestie van tijd misschien. Ja, best wel wat mining consultants gesproken in die 8 weken dat ik er ben geweest. Ja. En die zeiden allemaal, ze kunnen beter gewoon direct Bitcoin kopen in plaats van gaan minen. Dat zeiden zij. Maar het is wel zo, die stad die moet dan weer energie neutraal worden. Of CO2 emissievrij. Ja. Dus dat heeft ook weer mee te maken met die aardwarmte. Even naar die stad. Dat is onderdeel van die obligaties dan, hè? Bitcoin City. Ja. Of niet? Ja. Is dat weer wat nieuws? Nee, dat is... Nou, voor zover ik begrijp... Zoals ik het gisteren las, is dat onderdeel van de ontwikkeling. Hè? Dus die stad wordt mede ontwikkeld binnen dat budget van 1 miljard. Dat is in ieder geval hoe ik het heb, hoe ik het heb begrepen. Maar ja, en ook er zitten dus geen belastingen. Dus geen income tax, geen capital gain tax. Maar dan wel 10% BTW, wat dan weer geld in het laadje moet brengen uiteindelijk om... Dus ook weer die kosten te kunnen verantwoorden richting de investeerders, hoe je het wil noemen. Maar inderdaad, het is nog heel veel onduidelijk. En het is ook een beetje Citadel marketing. De Citadel komt eraan, jongens. Ja, eindelijk. Ga je Spaans maar leren. Ja. Of Engels kan ook trouwens. Want ik denk dat het heel veel import gaat zijn wat daar uiteindelijk terechtkomt. En het gaat jou duren. Waar? Arnold kan wel een beetje Spaans nu, denk ik. Inmiddels wel, ja. Ja. Ja, ik vraag me af... Ja, dit is weer zo'n ambitieus ding. Gewoon, het is wederom ook gewoon een groot deel marketing. Letterlijk city marketing van een nieuw te vormen stad of zoiets. Want je hebt wel te maken met heel veel verschillende factoren. Het is niet dat het een onafhankelijke staat wordt of zo. Het wordt onderdeel gewoon van El Salvador. En je hebt daar ook gewoon verkiezingen. In dit geval zit Bukele er. En die is nu populair, maar officieel mag die voorlopig nog niet langer blijven zitten. Dus het is niet zo als je daar nu... Stel dat Bitcoin City van de grond komt en de eerste bedrijfjes komen daar en het wordt gezellig en het gaat goed. Het is niet zo dat dat dan een soort van hele lange tijd heeft voordat er weer allerlei dingen veranderen in dat land. Je zit nog wel binnen de regels van El Salvador, die kunnen wel veranderen. Ja. Precies, nou ja, hij kan natuurlijk de route Poetin kiezen. Dus hij kan op de duur zeggen van... Ik ga die wet lekker veranderen ten verveuren van mezelf. He, dan krijg ik misschien een andere rol binnen de overheid. Maar heb ik nog steeds, achter de schermen heb ik nog steeds de touwtjes in handen. Dan zet ik er een stroomman neer. Bijvoorbeeld mijn eigen broer zet ik er neer. He, want die is nu ook al CEO van de Chivo Wallet. En zo probeer ik zo lang mogelijk zeg maar, mijn macht te rekken. En dat is natuurlijk wel een beetje wat er nog steeds... Ja, het is natuurlijk, hij heeft wel echt ballen. Hij toont echt wel, ja, weet je wel. Het is natuurlijk echt wel cool qua financiering en via Bitcoin. Maar goed, het is natuurlijk een beperkt clubje die aan de touwtjes trekt op dit moment. Ik denk wel belangrijk is om kritisch te blijven. Want ze hebben wel binnen 90 dagen alles uit de grond gestapt dat het tot nu toe is. Wat op zich indrukwekkend is, maar ook echt superveel nog fout gaat met Chivo. Maar toch netjes gedaan. Nou ja, nu een hele stad. Het gaat ook wel even wat tijd duren, maar ja, er gebeurt wel iets. Ja, en het is ook meer van... En ik zat 2 jaar geleden, zeg 4 jaar geleden, in 2017, waar toen eigenlijk de mainstream voor het eerst met Bitcoin in contact kwam, overal op de internationaal, overal was het, zeg maar. Van, we gaan richting 20.000, heel kort. Daarna donderde het weer helemaal in elkaar. Als jij toen had gezegd van ja, er gaat straks een Latijns-Amerikaans land zijn... Met Bitcoin State, met een Bitcoin Stad project. Die gaat minen op vulkanen. Staatsobligaties uitgeven. De president gaat via Twitter aankondigen dat hij 420 Bitcoin heeft gespaard. En had je gezegd van dat kan helemaal niet. Daar is Bitcoin niet. Zeg maar dat mensen op dat niveau zich er al mee gaan bemoeien. En nu zijn we daar. En er zitten heel veel haken en ogen aan. Maar het is wel een. We gaan nu zien hoe het werkt als het in de echte wereld geadopteerd wordt door een land. Ja, maar zelfs als je het hebt over hoe het werkt, vergeleken met dus 2 maanden terug toen ik er ook was, toen was het leuk om uit te proberen hoe werkt Lightning betalingen naar Chivo. Maar als je dus nu bij dezelfde McDonald's terugkomt en je vraagt, mag ik met Bitcoin betalen? Dan komen ze allemaal 3 tablets aanlopen. Dus eentje is een tablet voor Chivo, de andere is voor elke andere Bitcoin app. En dan nog weer eentje voor, creditcard betalingen. Dus intussen zie je ook wel, ja... Het werkte allemaal,
maar niet zoals het hoort met Bitcoin. Ja. Nee, maar zo hoort is een beetje relatief natuurlijk. Kijk, als zij het enige wat je als eindgebruiker denk ik daar wil, is dat het goedkoper is om je transacties te verwerken. Of dat nou vanuit het buitenland komt of intern, ja. Dat wil je. Nou, als dat het biedt, dan is dat misschien niet helemaal clean zoals een full-blood Bitcoiner zou willen. Maar dat kan je ook niet eisen, want Bitcoin mag je gebruiken zoals je zelf wil uiteindelijk. Dat moet wel de mee eens. Wel, maar als je dus ergens vraagt, kan ik met Bitcoin betalen? Dan vragen ze dus, wil je betalen met Chivo of met Bitcoin? Dat zijn echt twee aparte dingen. Dus dan laten ze ook echt twee aparte dingen zien. Dus ja, je kunt wel zeggen, hoeveel is nou Bitcoin en hoeveel is nou gewoon al die prestigeprojecten? Maar het heeft wel met elkaar te maken. Ja, dan kom je weer bij PR. Ja. PR uit. Ja. Nou ja, kijk, als je het over PR hebt, dan wil ik toch nog even dat afmaken. Hij is natuurlijk van origine marketeer. Als je kijkt hoe hij op Twitter, weet je wel, hij heeft al die memes, bijvoorbeeld Probably Nothing, bijvoorbeeld, weet je wel. Hij had het Bitcoin City aangekondigd en hij antwoordt met Probably Nothing. Dus al die memes kopieert hij ook. En het is, hij weet precies de marketing buttons, zeg maar, hè, te raken. Alle, en hij werd echt onthaald als een popster. Hè, ik weet niet, heb je die... Ja, vuurwerk. Ja, vuurwerk. Rook. Ja. Geen vuurwerkverbod, geen COVID. Er was helemaal niks. Het was zo'n paradijs. En ik vond het wel mooi om te zien. Een soort andere realiteit. Ja, maar dat past ook wel bij wat hij aan het doen is. Want hij is gewoon ook... Hij is een internationaal merk geworden. Hij doet deze aankondiging ook als eerste in het Engels. Ja. Mm-hmm. Ja. Hij gaat niet eerst communiceren met zijn bevolking, zeg maar. Gewoon in het Spaans. Gewoon, hey jongens, dit gaan we doen. Ik ga straks aan de wereld verkopen. Dit ga ik doen. Nee, het is gelijk in het Engels. Naar de Amerikaanse en de rest van de wereldmarkt. Van, hey, we zijn hier. Ik ben de grote ster. Maar we gaan dit doen. Maar hij verbindt ook zijn politieke lot, denk ik dan, aan Bitcoin, wat dat betreft. Hè? Dus dat is toch ook ballsy? Dat is zeker ballsy. Ook risky, maar ook ballsy, ja. Ja. Zeker. Dus, Ik denk dat iedereen hoopt dat het goed uitpakt voor iedereen in het land. Dat iedereen een beetje mee kan profiteren op allerlei verschillende manieren. Maar dat moet allemaal nog blijken. Ja, inderdaad. Vanuit de Bitcoin-bril is het gewoon eigenlijk wel het grootste nieuws in lange tijd, vind ik gewoon, dat El Salvador dit aan het doen is, op allerlei verschillende manieren. Ja, maar ook gewoon het hele idee van een obligatie met Bitcoin. Je ziet hoe groot die obligatiemarkt is. Dat is echt gigantisch. En dit is nog maar het eerste kleine stapje. Dan denk ik van, oh ja, er is nog zoveel geldstromen wat richting Bitcoin kan stromen. Denk je dat Michael Saylor even een belletje doet van, ja jongen, je moet het volgende keer zo doen tegen Bukele? Ja, geen idee. Ja, maar inderdaad, dat is het ook. Obligatiemarkt is echt huge, hè? 130.000 miljard. Zoveel kapitaal, ja. 130.000 miljard. Hè? En Bitcoin is nog maar 1 miljard of iets meer dan 11.000 miljard, moet ik zeggen. 1100 miljard. Ja. Maar dit is 130.000. Ja. Nou, wat ik zei in het begin van, ik heb zelf niet zoveel interesse in die token, maar dat geld die richting obligaties moet, want je hebt allerlei verschillende instanties, of dat nou verzekeraars zijn, staten zelf of pensioenfondsen, die moeten het richting staatsobligaties stoppen, een x deel van hun vermogen. Ja, ja. Nou, en als dit er dan bij zit, dan is dat misschien de manier om hier exposure aan. De vraag is, welke partijen dit gaan willen? Het zou heel vet zijn als dit gewoon door weet ik het hoeveel tienduizenden verschillende investeerders bij elkaar wordt gelegd. Ja, ja. Dat zou heel vet zijn. Wat je wel vaak hoort is dan, was een beetje 2020 het verhaal, dat kasreserves gaan richting Bitcoin. Uiteindelijk is Bitcoin dan zo'n soort van zwart gat wat alles opslokt. Dus elke bubbel die loopt leeg en er wordt gespaard in Bitcoin. En dan ooit misschien de vastgoedmarkt, dat mensen denken van, ah, je kan beter gewoon Bitcoin stacken in plaats van investeren in vastgoed. Ja, en dan op een gegeven moment komt die obligatiemarkt ook al erbij. Maar dat gebeurt nu dus al. Nou kijk, als dit een succes wordt, weet je wel, als dit zeg maar een soort blueprint wordt voor dit soort landen om zeg maar hun eigen ontwikkeling te financieren, dan is het echt de doodsteek voor de dollar. Dat is gewoon zo. Dat durf ik wel te zeggen. Ja. Ja, en het is ook, kijk, als dit succesvol is, dan gaan we nog gekke dingen meemaken, ook qua PR tegen Bitcoin. Ook dat. Weet je hebt nu al af en toe mensen die zeggen van, elke Bitcoin transactie, die kookt de oceaan langzaam op, weet ik het allemaal voor gekkigheid. Dat wordt allemaal nog veel,
vernuftiger als je echt in het vaarwater komt te zitten van het IMF. Want het IMF heeft gewoon baat bij zo'n lening afsluiten aan El Salvador uiteindelijk. Ja. Dan gaan er nog gekke dingen gebeuren. Mm-hmm. Ja, maar dit tikt ook de box van duurzame schone energie. Hè? Want vulkanen zijn, geothermie is 100% groen, hè? Of duurzaam, wat je wil. Maar in ieder geval, dat tikt de box ook. Dus, ja. Dus wat dat betreft, ja, goed, inderdaad. Is over nagedacht. Ja, absoluut. Ja, ja, dus wat dat betreft... Dat vertelde Samsung maar ook nog in die, in die presentatie. Dit is pas het eerste land. Maar hij zei, want letterlijk, misschien als er nog 10 landen dit gaan doen... In 10 landen doen op dezelfde manier, dan is het gewoon ja, succes om die 500 miljoen in Bitcoin aan te houden. Dus het gaat interessant worden richting IMF en die oude wereld, maar ook gewoon wat er binnen Bitcoin gebeurt dan. Want dan kun je er geen on-chain metrics meer op nalaten. Kijk, en als het helemaal verkeerd gaat, op wat voor manier dan ook, kan er allerlei verschillende redenen hebben. Bitcoin zelf maakt dat niet uit. Niemand, ik hoop het van harte niet. Ik hoop niet dat het de verkeerde kant op gaat voor El Salvador, om van allerlei redenen. Maar Bitcoin zelf blijft gewoon doordraaien. Ook als wij gekke mensen er allerlei dingen bovenop bouwen met systeempjes en financiële producten. Ja. Dus voor Bitcoin is het gewoon kijken nu wat er gebeurt. Ja, nou ja, kijk, het is inderdaad altijd, je moet natuurlijk altijd wel de vraag stellen, oké, die Bitcoin, wie bezit die dan? En hè, wie heeft de toegang tot die Bitcoin natuurlijk. Hè? Ja, dat is ook niet bekend. Nee. En ik noem maar een heel gek voorbeeld. Hè? Maar Bulgarije heeft naar verluid, stel dat ze niks hebben verkocht, hebben zij ook de grootste Bitcoin voorraad naar verluid van Europa. Het zou natuurlijk heel gek zijn als ineens Bulgarije het machtigste land van Europa wordt. Hè? Maar het kan zo'n macht helemaal kantelen, Bitcoin. Het is een beetje speculaas, maar het zou Hij maakte zelf ook de vergelijking met Alexandria, hè? Als, dat was vroeger de stad van hoop en dat werd dus echt zo'n gigantische wereldmacht. Dat hij dan zoiets voor zich zag. Wie deed dat? Met Bitcoin City. Dat deed Bukele in zijn presentatie. Okay. Van, vroeger hadden we Alexandria met Alexander de Grote. En nou ja, hij zag zichzelf natuurlijk ook weer als de nieuwe Bukele de Grote met het baken van hoop in Bitcoin City. Maar ja, misschien wordt het ooit wel het nieuwe... Je kan veel zeggen... Hij is het wel aan het proberen. Ja. En hij doet het wel slim, hè? Dus die Bitcoin winsten, die stopt hij wel in de publieke sector, hè? Dus richting, of het nou, wat waren het? Dierenopvang, scholen. Schoon water of zo, ja. Nou ja, dus... Maar stel nou dat dat op termijn, dat je een x percentage afroomt en dat liquide maakt. En dus investeert in lokale projecten en zo. En de rest hou je gewoon staan. Stel dat dat nou een... eigenlijk is dat een tactiek die je op persoonlijk niveau ook kunt doen. Microcash. Dus misschien werkt het ook wel voor bij El Salvador. Microcash, ja. Leg uit. Ja, je bedoelt dus dat je kunt dan leven van je Bitcoin. Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Tot nu toe, in de geschiedenis van Bitcoin... als je het 4 tot 5 jaar vasthield, dan stond je gewoon dik in de plus. Zelfs als je elk jaar gewoon 10% had afgeroomd, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ja. Dus je zou... Dat zou op landelijk niveau ook kunnen werken. Ja, en dan helemaal met een looptijd van 5 jaar voor die obligaties. Daar is ook over nagedacht. Ja, en dat zijn allemaal die directe eventueel financiële gevolgen. Maar het doel van zo'n Bitcoin City is natuurlijk gewoon... dat er straks beurzen overal ter wereld worden weggejaagd door allerlei strenge regels. Die zeggen, ja, ik vecht op een gewone El Salvador. Daar word ik voorlopig in ieder geval beschermd. Ja, want dat is inderdaad de grote vraag, hè? Want... Kijk, El Salvador zegt, oké, je mag naar de Bitcoin-stad komen. Je betaalt 10% BTW. En dat is natuurlijk ook een dikke middelvinger naar het hele belastingregime... zoals dat in de rest van de wereld is. Ja, en dat is maar je hebt wel plekken, toch? Ja, je hebt die wel... dat doen, Singapore en zo. Je hebt wel plekken, Malta. Maar zelfs nog buiten al dat geld om. Ik ben dus bij Adopting Bitcoin geweest, een driedaagse conferentie. En je had ook nog La Bitcoin. Hmm. En er spraken ook al wat overheidsmensen, een stuk of 3, 4. En ik heb daar na die tijd nog even mee staan praten voor een project waar ik wat mee doe. My First Bitcoin. En die hebben gewoon letterlijk als taak zoveel mogelijk bedrijven binnenvissen. Dus Paxful, die was er met 20 man, OpenNote. En nou ja, je ziet echt al die bedrijven die waren bij de conferentie aanwezig. En... Ze willen gewoon zo makkelijk mogelijk maken voor al die bedrijven om daar te vestigen. Dat kon je gewoon merken aan de manier hoe je met die, Monika heet ze volgens mij, hoe ze alles
aankaarten. Dus bijvoorbeeld wij met die NGO, dat wordt dan de crypto NGO, dus dat wordt allemaal weer net wat anders dan, dan hoe het normaal vroeger was. Dan zeggen ze gewoon, ja, gewoon direct lijntje, geen lawyers, niks nodig. Gratis gaan we zo snel mogelijk regelen, want dit vinden wij tof. Dus dat hele bureaucratische gebeuren, dat wil ze er zelf dus uithalen om maar zoveel mogelijk van die bedrijven welkom te heten. Dus ze gaan echt voor de snelweg, zeg maar. Ja, ja. Dus of het nou Blockstream is, die dus ook die satelliet weer heeft gekoppeld, of Paxful en weet ik wat, die van alles starten, of dus van die lokale initiatiefjes zoals dat My First Bitcoin. Ja, gewoon dus, het is niet normaal dat je gewoon even met een overheidsdametje praat en die zegt van, joh, hier heb je mijn e-mailadres. Stop met die bureaucratische documenten, stuur me gewoon een berichtje. Ja, dus als, ja, precies. Dus wat zij aan het doen zijn, is nu dus zo snel mogelijk talent aantrekken eigenlijk, toch? Ja, eigenlijk en hoe, wel. En waar, maakt niet uit. Ja. Het liefst in de Bitcoin space. Ik verwacht zelf ook nog dan, hoe nu dit zo zegt, als er niet echt streng gecontroleerd wordt, uiteindelijk ook nog een shitload aan minder fijne bedrijven uit het ecosysteem. Ongetwijfeld. Die daar ook gaan vestigen, ja. Maar goed. Ja, en misschien ook minder fijn geld. Hè. Ja, ik wil niet te veel. Maar stel dat Rusland en China zeggen, ja, wij kopen die obligaties wel. Hè, wij gaan samen, allebei leggen wij $500 miljoen in. En wij kopen al je obligaties. Dan zegt El Salvador, geld is geld. Doe maar. Van de Amerikanen krijgen we het niet. Ja. Nee, maar je kunt een hele gekke situatie krijgen. Maar goed, ik ben benieuwd of ze bijvoorbeeld ook die investeerders gaan bekendmaken. Maar inderdaad. Ja, ik denk dat het met die token wat minder kan. Als je via Bitfinex dat moet doen. Ja, het ding is, ze moeten in El Salvador een nieuwe securities law aannemen. Dat gaat deze week gebeuren als het goed is. En als die er doorheen is, dan kunnen ze dus die token offering gaan doen. Of de obligaties uitschrijven en zo. Dus het zal wel ergens in die nieuwe wetgeving moeten staan dan. Wat precies de voorwaarden zijn. Ja. Oké. Okay. Dus dat is gewoon weer ook eventjes... Dat is vorige week bekendgemaakt en dan over 2 weken later, daar ligt het wetsvoorstel al bij de juiste mensen om een handtekening erom te zetten. Ja, inderdaad. Dus het heeft niks te maken met communiceren met je achterban en zo. Het is de Bukele Show en de Bitcoin Show. Ja, uiteindelijk wel. Rest in peace. Het is in ieder geval, inderdaad, hoe noem je dat dan weet, neervallen terwijl je rent of zo? Of leren rennen terwijl je valt. Nou ja, het is in ieder geval, het gaat in ieder geval raad snel daar. Hè? En die Go fast and break things. Ja. Yeah. Dat zijn ze aan het doen. Ook nog zo'n dingetje, zo'n insight van als je er bent geweest, hoe Chivo nou echt werkt. Het werkt dus niet eigenlijk. Dus heel vaak niet. Leg uit. Bijvoorbeeld, ik ging daar langs een kapper en... Nou, wil je met Bitcoin betalen, kan prima. Dus hij laat ze Chivo zien. Dus ik betaal vanaf mijn eigen node via VPN. Het duurt allemaal net weer wat langer. Invoice of mijn mobiel gaf een melding. Dat die verkeerd was gegaan. Dus ik betaal hem nog een keer. Komt uiteindelijk dus 2 keer binnen bij Chivo. Dus ik heb 2 keer betaald. Het lag aan mijn wallet. Dus ik vroeg of hij dan 1 bedrag weer terug kon sturen. En dat lukte gewoon niet. Dus je kon niet Bitcoin van Chivo afhalen en naar een normale wallet sturen. Niet via on-chain en niet via Lightning. Dat soort dingen. Ja. Daar kun je gewoon niks aan doen. Hij kon gewoon mijn Bitcoin niet meer terugsturen eigenlijk. Wat je ook probeerde. Hij kon het niet meer uit Chivo halen. En die verhalen die hoor ik echt van veel meer mensen. Ook van dus die mensen die bij My First Bitcoin betrokken zijn. Die dan best wel wat mee gepraat. En die zeggen ook van ja, om met je bankrekening Bitcoin te kopen lukt wel. Maar om dan je Bitcoin naar een non-custodial wallet te krijgen, dat gaat gewoon telkens verkeerd. Ja, ik denk dat typisch iets is van te weinig development tijd. En dat ze bij wijze van spreken moesten kiezen wat wel en niet ging werken bij launch. Gaven ze nog wel een massage on the house? Want ja, je had 2 keer betaald. Je had bij 1 knipbeurt gehad. Ja, nou, het was een donatie. Daar bleef het bij. Hoe zit dat eigenlijk? Word je daar je hoofd ook gewassen of niet? Ja. Okay, die zat erbij in. Kost allemaal niks. Kijk, daar, maar, en dan ook nog zo'n ander dingetje bijvoorbeeld. Als je, dat vertelde iemand anders mij, zo'n local. Als je dan bijvoorbeeld een Lightning betaling wilde versturen of ontvangen. Ja, Lightning ontvangen in Chivo, dan deed hij het niet. Hij deed het alleen als je dus een beschrijving in je memo zette.
in je Lightning invoice. Allemaal van die, ja. kleine dingetjes. Als je het weet, dan kun je het wel gebruiken. Maar niemand die eraan denkt om iets van tekst in dat vakje te zetten bij je invoice. Nou, laten we hopen dat er wat geld van die obligaties richting de Chivo Wallet development gaat. En wat zei je ook alweer? Was het de broer van Bukele? Ja, of nee, maar ik dacht zijn broer inderdaad. Die is daar het paradepaardje van. Die mag daar alles regelen. Ja, in ieder geval iemand met dezelfde achternaam. Ja, inderdaad. Camille heet hij volgens mij. Camille Bukele. Dat is wel een mooi 1-2'tje natuurlijk. Dat zit hier ook wel overal doorheen, zeg maar. Maar misschien, weet je, als je zoiets ambitieus gaat doen, even vanuit... Karim heet hij trouwens, Karim Bukele, ja. Vanuit je eigen perspectief, zeg maar, als je nou zelf die president bent en je wil dat snel gaan doen, aan wie ga je dat dan geven? Aan een of andere tech guy of zeg je van, laat ik maar binnen de familie houden, zodat ik hem in ieder geval kan vertrouwen? Ja, dat is zo. Dus ja, en het is ook weer niet zo dat bijvoorbeeld het oude systeem wel lekker werkt. Je kunt wel zeggen, ja, Chivo is ruk, het werkt niet. Maar ja. 3 maanden geleden werd de grootste bank van het land nog gehackt. En konden mensen gewoon een week niet bij hun geld. En toen ze terug in hun account konden, waren ze gewoon geld kwijt. En dat werd later wel gerefund. Dus ja, dat is ook gewoon de zaak weer van de dag daar. Ja, dat vergeten we soms nog wel eens. Hier is het in principe, heel soms kan je niet met Ideal betalen, maar eigenlijk altijd. Ja, inderdaad. En was ook een van de dingen die dan gewoon gebruikt wordt door van die locals die Bitcoin wel snappen. Van, ja, beste moeder, weet je nog dat je 2 maanden toch niet bij je Banco Agricola kon? En dat je gewoon een week moest wachten tot je geld weer terug had. Nou, Bitcoin, geld kan niet verdwijnen. Het is altijd ergens. Oh ja. Maar dan is het denk ik wel te begrijpen. En als je terugkijkt, hè, Arnold, je was ook bij dat evenement Adopting Bitcoin, veel buitenlandse bedrijven. We zijn natuurlijk alweer ruim 2 maanden na het ingaan van de Bitcoin-wet, kun je zeggen. Hoe nu verder? Hè? Blijft het in ditzelfde tempo en snelheid doorgaan, deze adoptie onder de bevolking en het bedrijfsleven? Ja, lastig te zeggen. Want ja, je hebt gewoon overal Chivo. En de grote bedrijven die hebben dan Ibex Mercado of OpenNote of DitoPay. Die hebben dan een extra betaalprovider ernaast. Dus je kunt al wel redelijk plekken met Bitcoin betalen. Maar echt op de kleine marktjes en zo nog niet. Dus de grote tentjes wel, de kleine plekken niet. En ja, misschien is dat gewoon tijd nodig. En ik hoorde ook dat binnen Chivo, dan komt er een soort van educatieplatform, waar dus mensen uitleg krijgen over hoe het werkt. Dat is er nu nog niet. Dus wie weet dat zodra die educatie weer begint te rollen, dat het dan die laatste stap ook wordt gezet. Ah, en dan delen ze nog een keer wat geld uit, joh. En dan gaat iedereen weer downloaden. Ja. Dat is ook zo mooi. Die gozer die bekeek, die pronkt dan ook met het aantal downloads. Ruim 2 miljoen. Dat was geloof ik ook meer toch dan de grootste bank aan bankaccounts had. Alle bankrekeningen in totaal. Oh, jemig. Ja, dat is wel trouwens bijzondere statistiek natuurlijk. Ja. Maar hoeveel, dat hoorde ik van Aaron bij Pieter McCormack, van hoeveel mensen zouden het alleen gedownload hebben om even dat geld op te halen? Ja, inderdaad. Heel goed punt. Ik denk niet dat de actieve gebruikers in de miljoenen zijn, eerlijk gezegd. Nee. Actief. Lastig te achterhalen. Maar dat hoeft ook niet gelijk, hoor. Dat wil ik ook niet. Ik bedoel, dat heeft ook tijd nodig. Ik denk zelf, stel dat de Bitcoin City een beetje van de grond komt, en dan zijn het alleen maar gewoon een paar bedrijven die daar gaan zitten en gewoon mooi willen wonen, lekker in de zon. Die zijn dan wel onderdeel van dat land. Vanuit daar gaat ook weer kennis doorvloeien, zeg maar. Dus misschien is het wel gewoon een kwestie van tijd. Als dit zich doorzet, hè. Want ja, het is en blijft. Het is niet dat land nou al heel stabiel is, al 50 jaar of zo. Nee. En zelfs nog, al die mensen die Chivo wel hebben gedownload. Met dat My First Bitcoin leggen we dus uit hoe mensen non-custodial wallets kunnen gebruiken. Dan kijken ze echt zo aan van, waar moet ik dan mijn KYC, waar moet ik mijn paspoort uploaden? En zeggen van, ja, dat hoeft niet met Bitcoin. Dan denk je van, dat hoeft niet met Bitcoin. Dus voor heel veel mensen is Chivo gewoon de standaard. En is Bukele is Satoshi. En als je dan uitlegt wat het echt is, ja, dan worden de ogen pas echt geopend. Want nu voelt het nog als een bankrekening voor ze. Iedereen die Chivo heeft.
Ja, wat dat betreft is het, weet dat, dat is ook gewoon een kwestie van uitproberen. Kijk, als SIVO heel de tijd niet werkt, dan komen er ook vanzelf alternatieven, zo is het ook. Ja, inderdaad. Ja, en die zijn er al, hè. En je kunt dus, ik was ook een beetje op zoek naar bijvoorbeeld, ja, het zijn toch allemaal buitenlandse winkelketens, hè. We hebben volgens mij al McDonald's, Burger King, Starbucks, die zijn allemaal al over, toch? Daar kun je gewoon met Bitcoin afrekenen. Maar ja, misschien Heel veel ook. meer. Wendy's, Oké. China Walk. Dat zijn nog Okay. steeds de grote ketens, maar het zijn er echt wel veel. En een willekeurig barretje Dus, in San Salvador. dat begint dus nu langzaam maar zeker te komen. Want er was bijvoorbeeld een meet-up, die woensdag voor de conferentie. En dat was met IBX Mercado. En die zeiden gewoon, ja, er komen hier stuk of 100 bitcoiners. We gingen naar zo'n barretje toe. Cadejo is een bekende brouwerij. Als je bitcoin accepteert, dan ja, komen we bij jullie langs. Nou ja, binnen de kortste keren geregeld. En die gaan dus nu alle andere barren die ze dan in het hele land hebben. Dat is best wel een bekende naam, Cadejo. Die gaan het nu ook integreren. Ja, en die bedrijven zoals OpenNode en IBX Mercado, dat is gewoon hun doel ook, hè, om meer mensen naar hun software te krijgen in plaats van Archivo. Dus die beginnen nu ook gewoon, die gaan gewoon door. Ja, dus dan is het eigenlijk om door te zetten, moet het gewoon beter werken dan wat ze al hadden. En die lat ligt daar geloof ik niet zo heel erg hoog. Dus dat moet misschien wel te doen zijn. Ja, andersom. Ze zijn dus ook weer niet gewend met echt heel veel betalingen gaan met contant geld. Oké. En als je dus niet iets digitaals doet, dan moet je dus dat dus wel een soort van uitleggen. Ook met de boekhouding en zo. Zo'n ding, die IBEX Mercado, aan het einde van de dag van de meetup mocht ik meekijken hoe dat er in de backend uitzag. Dus die beste man van het bedrijf, die wil dan alles downloaden. Zo'n Excel sheet met grafiekjes van die dag. Maar daar hadden ze gewoon nog Excel 2016 en die was nog niet compatible met hun software. Ja, liep het alweer vast. Ja, Dus soms ik klinkt het ook snap veel hem. makkelijker dan het lijkt. Gewoon eventjes Bitcoin ontvangen, maar er komt natuurlijk die boekhouding erbij en ja, bla bla bla. Ja. Wat ik ook nog wel benieuwd naar ben, is bijvoorbeeld het talent, hè? Bijvoorbeeld jonge mensen zoals jullie. Blijven die ook in El Salvador wonen? Of weet je wel, door deze hele nieuwe ontwikkeling kan Bukele, kan het land zeg maar ook het talent meer vasthouden dan. Absoluut, ja. Bijvoorbeeld met die conferentie. Er zat dan een vertaler achter in de zaal. Die dan in mensen met oordopjes die konden naar luisteren. En die nam op een gegeven moment gewoon het woord, want die was zo onder de indruk van wat er gebeurde. En dat was wel een indrukwekkend verhaaltje. Maar die zei echt van, ja, je ziet gewoon mensen die komen weer terug. Door wat hier nu gebeurt. Niet alleen door Bitcoin, maar gewoon door. Er is gewoon iets van een nieuwe wind gaan waaien. En mensen zijn weer trots. Ook met bijvoorbeeld het voetbalteam. Nationale elftal, dat was altijd een beetje weggeduwd. Mensen zijn nu echt weer trots om voor El Salvador te zijn. En van wat ik al hoorde, dat is echt anders dan 10 jaar geleden, toen ze net nog midden in die politieke gebeuren zaten met, nou ja, na de burgeroorlog en links en rechts extreem uit elkaar. Ja, en nu, het is een soort van nieuwe hoop onder de jonge mensen. En ja, dat zie je wel. Ja, een voetbalshirtje van El Salvador. Op zich zou ik dat best wel cool vinden eigenlijk. Kun je die makkelijk? Nou goed. Nou, je hebt dus wel van die, Ja, maar maar dat is. die voetbalshirtje staat dan ook het hoofd van Bukele bijvoorbeeld. Dat zou je in Nederland echt Echt nooit waar, zien. ja? Echt? Ja, niet in de nationale team, maar heel veel van die shirtjes waar ze gewoon iets met El Salvador met die blauw-wit. Dan zie je ook gewoon weer, ja, Bukele met zijn kop erop staan. Ja. Nee, Fantastisch. het lijkt me niet. Ik denk niet dat een kledinglijn met Mark Rutte voorop goed gaat scoren. Nee. Ja, dus het is wel zo. Bukele is super populair, maar tegelijk is hij ook wel een PR-mannetje en heeft hij gewoon heel veel macht. Dus het is lang niet alleen maar Hosanna natuurlijk. Nee, maar op zich wat jij nu net zegt over hoop, van dat heeft hij wel mooi voor elkaar. Dat verhaal heeft hij goed gebracht dan, als dat ook aankomt, zeg maar. Ja. Want het is niet alleen. Kijk, het is leuk dat wij dat. Omdat wij dat interessant vinden vanuit Nederland, of jij bent er naartoe geweest, maar vanuit ons westerse wereldje. Maar
als het daar blijkt dat mensen misschien dan toch even wat langer blijven in plaats van dat ze het land uitvluchten als ze ambities hebben, bij wijze van spreken, of als ze het überhaupt kunnen, Nou, het is andersom dat eigenlijk. helpt al. Adopting Bitcoin. Expats. Nee, de allereerste. De video's van Adopting Bitcoin die komen online. De allereerste van de dag was van Bitcoin Beach, van Roman Martinez, die ook in die documentaire voorbij kwam, met Mike Peterson. En dat was echt een geweldige. Dus die kan ik echt aanraden om terug te kijken. Echt een geweldige talk. Maar die legt dus uit dat de ouders van kinderen uit El Zonte, die gingen naar het buitenland om geld te verdienen. De kinderen die bleven alleen achter. En die werden dan door die gangs opgehaald, opgepakt. En ja, zo heb je dus die hele gangcultuur. Dus ja, die ouders die moesten gewoon weg om geld te verdienen en die kinderen bleven achter. En nou ja, binnen El Zonte, dat is natuurlijk helemaal een mooi, geweldig verhaal hoe Bitcoin daarin is gekomen en hoe het dus echt hoop heeft gegeven aan die families dat ze dus geld konden ontvangen van ver weg zonder weg te moeten. Allemaal dat soort dingen. Nou ja, het hele verhaal dat leggen ze uit in die speech. Maar dat was echt drie kerels huilend op het podium. Gewoon vanwege de hoop die ze weer terug zagen komen. En dat was echt gemeend. Het was niet een marketingverhaaltje zoals Bukele dat doet. Dit was gewoon echt letterlijk, ja, gemeend. Ja, die Michael Peterson heeft wel echt groundwork, echt pionierswerk gedaan, hè? Dat is echt ongelooflijk. Ja. En samen Ja, want die is met eigenlijk met een zak geld in Bitcoin richting een serviceplaatsje El Zonte gegaan. En die heeft eigenlijk heel dit Bitcoin-verhaal gestart. Nou, anders nog, die Daar. begon het al 10 jaar geleden. Gewoon 10? uit, dat was dan niet Bitcoin Beach, maar het Hope House. Dus gewoon een project met lesgeven en dus die community weer opbouwen. En toen kwam daar later een Bitcoin-donatie binnen, via Peterson. En daarna is Bitcoin Oh erin ja, dat was gekomen. hem. Dus 3 jaar geleden. En omdat het daar dus met Bitcoin ging draaien, is Bukele dat gaan zien. Nou ja, en zo is het helemaal doorgekomen. Dus dan snap je die emotie Proof misschien of ook wel. work. Hij was al 13 jaar in dat dorpje bezig. En nu draait het hele land erop. Ja, dan kun je misschien wel voorstellen hoe emotioneel zo'n lezing of zo'n talk En was hij daar op het komt, ja. podium. Hij komt ook aan het woord, hè, in jouw documentaire, toch? Roman komt aan het Oprichter. woord inderdaad, ja, de community leader. Te zien op YouTube. Bitcoin El Salvador, documentaire. Vind je hem wel, denk ik. Dus nee, Ja, dan, kijk, dat soort verhalen zorgen er wel voor. Kunnen wij praten over hoe die bonds in elkaar zitten en die Bitcoin mining vulkanen. Maar blijkbaar gebeurt er ook echt op basislevel het een en het ander met Bitcoin, wat ervoor zorgt dat het daar beter gaat. Dat is ook wel mooi. Ja, en ondanks dat er echt heel veel dingen nog fout zijn en haken en ogen en het niet altijd werkt, ja, er is wel iets van, er gebeurt wel iets binnen de bevolking daar wat ze dus echt heel lang niet hebben gehad tijdens burgeroorlogen en corrupte politici en dat soort dingen. Om niet goed te praten dat Bukele allemaal doet, maar ja. Want jij bent ook onder andere betrokken bij de vertaling van de Bitcoin Standard, hè, van Sevenino Moes, de Nederlandse Ja. vertaling, weliswaar. En stel, hè, even een beetje filosofische vraag, stel je zou, is dit dan een soort eerste stap naar een Bitcoin Standaard, hè? Naar Bitcoin als wettig betaalmiddel, je kunt je belastingen mee betalen, niet te veel belastingen. Is dit dan een soort eerste stap van zo'n Bitcoin-standaard? Ja, ik denk dit is uiteindelijk wel waar het moet beginnen. En ook gewoon de gevolgen ervan. In El Zonte dat mensen gewoon doorhebben van ja, ik ga mijn dollars betalen die ik binnenkrijg, maar de bitcoin die ik ontvang, daar ga ik mee sparen. En dat doen ze daar al 2, 3 jaar. Terwijl ze niks weten van schaars geld en lange en korte tijdsvoorkeur en dat soort termen die dus in de Bitcoin-standaard in dat boek voorbij komen. Maar die mensen die doen dat gewoon, die weten gewoon, ja, zolang ik die Bitcoin niet aan hoef te raken, hou ik het daar wel, want ik heb toch geen bankrekening. En als ik contant geld heb, geef ik het direct weer uit. Die hele basale Now the dingen. go-up technology. Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja, dat is Ja. het hele En idee van dat. sparen, ja. De Bitcoin-standaard. In dat boek gaat het toch ook over dat Bitcoin voorlopig in ieder geval naast gewoon fiat valuta zal bestaan. En dat is eigenlijk wat El Salvador nu aan het doen is. Die gebruiken eigenlijk nu, zeker met die obligaties, een soort van
het goedkope geld gebruiken ze om meer bitcoin te krijgen. Ja, het is speculative attack als nazi-staat. Een beetje wat Saylor deed, maar dan nu weer een stapje groter. Ja, ja groter op qua naam, want wat Saylor aan het doen is, die heeft meer dan 100.000 bitcoin. Ja. Maar op zich het inderdaad, wat ik weet niet in hoeverre dat eigenlijk bij de Bitcoin standaard, maar bijvoorbeeld het hele idee technologie die bijvoorbeeld Jack Mallers heeft geïntroduceerd met Strike. Eigenlijk dat is natuurlijk ook een heel belangrijk component, dat mensen veel goedkoper die dollars kunnen ontvangen. Ja, die lag er trouwens ook eventjes uit vorige week. Klopt, ja. Oh, ja. Okay. Strike. Deze het een paar uur niet inderdaad. Ja, nou, er was ook iets met lancering, ik weet niet, ze hadden lancering in Europa ook iets over gezegd. Maar Strike, dat werkt nou even kort op het Lightning Network. En daarmee communiceren ze eigenlijk. En ze hebben verschillende diensten bij banken afgenomen. Maar in Europa heb je natuurlijk, weet ik het, hoeveel verschillende regeltjes en bankdiensten en weet ik het allemaal. Dus dat loopt ook nog eventjes wat langer door voordat dat gelanceerd wordt. En dat zie je wel bij dat soort projecten. Die lopen nu tegen de grenzen aan van de echte wereld, zeg maar. Dat geldt ook voor Strijk. Ja, uiteindelijk gebruiken ze dus Lightning als payment rail om dollars te versturen. Dus de waarde van dollars over Lightning. En daar had ik ook nog een discussie over met iemand laatst. Over de banken in El Salvador, die het dus allemaal integreren nu. Dat die op een gegeven moment, voor hun is het ook gewoon heel logisch om Bitcoin te gaan gebruiken als payment rail voor, nou ja, hun betalingen. Dus dat kan onderling. Dus stel ze moeten dollars sturen van bank A, de grootste, naar bank B, een wat kleinere, dan kun je dat ook via Bitcoin doen, want dat is gewoon goedkoop en snel. Maar misschien ooit is ook Zouden wel... Zouden ze dat doen? Nou, ik sprak met iemand die gaat daar nu een onderzoek mee doen, om te kijken hoe ze dus Bitcoin kunnen gebruiken voor interbankaire betalingen. Dus die gaat bij al die banken langs. Ja, kijk, als dat soort dingen hier ook voet aan de grond krijgen, dan gebeuren er heel veel verschillende plekken ineens, heel veel verschillende experimenten. Ja, zouden bijvoorbeeld inderdaad een Bitcoin-stad in Europa kunnen verrijzen? Dat is, We hebben Arnhem toch al? Oh ja, ja. Inderdaad. maar dat is toch ook nog geen vrijstaat geworden? Nee. Maar zouden inderdaad aan de lokale ING, Rabo en ABN of whatever met elkaar over Lightning gaan... Het ligt eraan hoe Europa schetst. Misschien Zwitserland ergens op een berg hier. Maar zelfs, ja, het is ook maar net hoe je het definieert natuurlijk. Hmm. In principe, je hebt dus in bijvoorbeeld Zwitserland gemeentes waar je belastingen in bitcoin kunt betalen. Nou, niet dat dat zoveel voorstelt. Maar dat soort kleine dingetjes heb je wel al. Ik denk niet dat je snel vanuit leden van de EU bijvoorbeeld kunt verwachten dat er een land tussen zit die El Salvador nadoet, dat geloof ik niet. En dat is eigenlijk ook het voordeel, hè, denk ik, van El Salvador. Dat zij kunnen zo'n Chivo wallet binnen 3 maanden. Want bij ons in Nederland zou dat al lang afgeket zijn binnen die 3 maanden, weet je wel. Dan zetten ze 1000 testers op en dan duurt het weer 2 jaar voordat zo'n app uitkomt. En hier, ja, hier kan het wel. Het is gewoon met horten en stoten. Maar dat is eigenlijk als opkomend land is dat jou weer een voordeel natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook wat je zag bij de uitrol van mobiele telefoons. Hè. Heel veel hebben natuurlijk überhaupt nooit een vaste telefoonlijn gehad. En En zelfs mobiel internet. Hè. We hebben allemaal thuis internet. Maar ja, heel veel hebben gewoon mobiel internet. Hè. En dus goed. Dus inderdaad, zelfs nog die landen eromheen. Van Panama tot Ecuador. Die kijken ook wat er nu gebeurt. Dus ik denk dat je het eerder daar moet zoeken dan in Zwitserland of in Nederland. Heb je die geluiden gehoord ook daar? Her en der. Hoe valide die verhalen zijn, weet ik niet. Nee, precies. Maar het is, dat zou een logischere stap zijn allicht dan Nederland, ja. Ja, ja. Er zijn veel meer landen met dezelfde problemen in die regio. Ja, je hebt ook een paar van die kleine eilandjes, toch? Die ook al een paar keer iets over Bitcoin hebben geroepen. Tonga, ja. Ja, ik weet niet waar dat ligt hoor. Papua, Nieuw-Guinea, dus boven Australië. Als je het hebt over plekken die waarschijnlijk vrij snel beslissingen kunnen nemen. Ja, wie weet. Maar Tonga heeft maar 110.000 inwoners, hè? Dus, ja, maar dan bouwen ze daar een Bitcoin-stad, joh. Dan zitten er binnenkort een keer 30.000 Bitcoiners. Ja, precies. Allemaal familie van elkaar. Ja, nee, het is ook niet. Kijk,
Ik denk niet dat dit een manier, zeg maar, het is niet een weg naar oneindig succes voor iedereen die het op deze manier gaat doen natuurlijk. Het is allemaal nog afwachten, het is niet een zekerheidje of zo. Nee, absoluut. Maar het lijkt een mooi verhaal te worden, dat is het eigenlijk. Je krijgt ook later een soort Bitcoin inbred. Een soort, soort Volendam of Urk, maar dan allemaal Bitcoiners. Goed. Daar heb je mixers voor, Wessel. Dan weet je niet van wie het is. Oh ja, ja. Geen mixers. Coin joints. Ja. Nice. Cum joints. Ja, leuk. Het niveau is er. Goed, dit was Bitcoin Magazine. NL? Nee. Even kijken, laten we verder. Hebben we nog iets over El Salvador? Of gaan we nog heel even wat ander nieuws doen? Ja, ik pak wel even kleins erbij. De vulkaan waren verbonden aan de satelliet. Dat was ook nog wel leuk nieuws. Ja, inderdaad. Ja. Ik weet niet wat het nut was, precies. Maar, Nou, wat dat eigenlijk doet, je hebt een Blockstream satelliet. Dat is gewoon, Blockstream, volgens mij huurt die gewoon serverruimte op een satelliet. Als ik het goed praat. Ja, het is niet dat ding zelf in de lucht hebben gegooid. Bandbreedte. Oh ja, bandwidth. Ja, bandbreedte. En er is daar dus een satelliet geïnstalleerd. Wat er eigenlijk voor zorgt dat, stel dat het internet het niet doet bij die Bitcoin miners. Dan kunnen ze via die satelliet nog steeds met het netwerk van Bitcoin communiceren. Dus stel dat ze een blok vinden, dan kunnen ze die nog steeds winnen. In plaats van dat ze voor niks aan het draaien zijn. Stel dat het internet eruit ligt. Inderdaad. Ja. En het is ook weer gewoon zoiets vanuit Blockstream, ook gewoon een beetje marketing. Kijk, die gaan nu ook die token voor ze doen en zo. Dus dan is het ook wel lekker als je nog even met je satelliet kan pronken. Ja, ja. Die Samson Mao die zou ook een lezing geven op Adopting Bitcoin, maar die kwam dus niet opdagen. 2 uur later kwam die heel het nieuws naar buiten, omdat hij dus bij die vulkaan was. Dus... Misschien was dat een last minute Ja, wie weet. Wie akkoord. Weet. Ja, inderdaad. En trouwens, ook dat Liquid is natuurlijk ook van hun. Zij gaven ook een Ask Me Anything over Liquid. En die hebben dus, dat is dus eigenlijk een soort van federatie van 15 bedrijven die sidechain draaien. En ze hebben laatst een hard fork gehad, waardoor ze dus dat consensusmodel kunnen aanpassen. Dus misschien 13 uit 21 of zo. Dus dat is ook nog wel iets. Nou ja, er gaat dus nu een bond obligatie gedraaid worden op zo'n federated sidechain. Ja. Ja, hoe gaat dat zich ontwikkelen? Dus dan gaan we helemaal terug naar het begin van die obligaties. Maar ja, Liquid is natuurlijk ook gewoon een trusted netwerk. Ja, zeker. Dus ze gaan wel echt in zee met die federatie aan bedrijven, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, ik denk dat het bijna wel op deze manier moet. Kijk, op deze manier hebben ze ook... Zou dat het via een traditionele weg gaat? Of via Ethereum. Dan heb je niet al die... Doen ze ook niet. Ja, dat kan niet. Zeg maar, dat past niet bij het narratief. En nu hebben ze het via Blockstream en via Liquid sidechain. Dan hebben ze ook gelijk wederom weer gewoon een PR-knaller te pakken. Ja, absoluut. Ja, je moet volgens mij als land ontkom je toch ook niet aan om ja, ik weet niet, met bepaalde bedrijven in zee te gaan, toch? Bepaalde experts, zou ik het zo zeggen. Ja, er zijn allerlei verschillende redenen te bedenken waarom ze het op deze manier doen. Kijk, ik heb helemaal niks met Liquid. Ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt. Maar het schijnt hier en daar wel nuttig te zijn. Als brug. Ja, ik denk, je hebt ook allemaal verschillende smaakjes aan adoptie. Hè? Dus dit is dan ook gewoon weer een ander smaakje. Een andere route. Het is ook geen geheim dat het niet decentraal is. En dat het trusted is. Voordeel is dat het... Nee, dat is gewoon het verhaal. Dat het confidentiële transacties hebt. Dus je kunt gewoon anoniem je betalingen doen. Dus dan kunnen we er eigenlijk van uitgaan... dat die holders van die staatsobligaties niet per se helemaal bekend zijn. Tenzij er geen KYC op zit bij Bitfinex of zo. Ja, dan niet. Dat opent wel mogelijkheden voor China en Rusland, hoor. Ja. Of de CIA. De CIA kan ook. Als je ze... Ja, nou, dan hebben die bijgedragen aan de ontwikkeling van Bitcoin in El Salvador. Ook goed. Ja. Ja. Nee, ja, goed. Nou ja, kijk, hoeveel vulkanen zijn er überhaupt in El Salvador? Heel veel. Oké. Okay. Ik dacht tientallen. Ja. Maar dus ik weet niet of ze allemaal gunstig zijn voor... Qua energie, zeg maar, qua capaciteit, qua hoeveel... stroom je er uit kan halen. Volgens mij die ene die ze, waar ze begonnen zijn, dus een paar maanden of een paar weken terug, niet van Bitcoin City, maar die andere, die heeft 95 megawatt, megawatt, wat niet superveel is.
Nee, en dat zegt ook niet zoveel, want voor hetzelfde geld kunnen ze het nog 5 keer zo groot maken. Nou Ik ja, weet, ja hoe, wat doen ze borstelen is eigenlijk? 500-600 megawatt. Borstelen. Maar Oh goed, ja. dat terzijde. Dus het is ongeveer 1/5, 1/6 van borstelen. Ja, nou die ene die ze dan daar hebben, een nieuwe Ja. bron die ze hadden geopend. Want volgens mij gaat het dan met warm water en ja, die aardwarmte. Ja. Dus dan moet je allemaal dingen rondpompen. Het is op zich wel. Ja, het is wel bizar dat ze dat gaan proberen, natuurlijk. Wel leuk. Want als dit werkt, dan kan zelf op. Wat is het bij die Canarische eilanden? Ja, bij La Palma. Ja, maar heel die eilanden zijn gebaseerd of liggen op vulkaan of zijn vulkanisch. Dus overal ter wereld kan je dat straks gaan doen als dit dus winstgevend is. Want dat moet allemaal nog blijken. Ja, misschien moet je plan pitchen bij Borselen. Maar dat is natuurlijk geen vulkaan. Ik ga nergens mijn plan pitchen. Ik vind het wel goed zo. Laat me maar met rust. Ja, nou ja, goed. El Salvador, ja, het blijft gewoon een terugkerend topic. En ja, interessant hoe zich dat ontvouwt natuurlijk. Het eerste land. Dat is huge eigenlijk, hè, dit toch wel. Als het, ja. Ja, vind ik wel. Op papier is Natuurlijk huge. kun je kritiek hebben op de uitrol en op dat soort zaken. Maar dat een land nu al vrij snel dit aan het doen is, is gewoon een big deal. En gewoon En überhaupt als het als geen succes. Bitcoin, is het gewoon. Ik ben nu net 2 dagen terug in Nederland. Maar Ja. ik zou er zo alweer 2 maanden kunnen zitten. Het is gewoon. Het gebeurt echt daar. Je ziet het gebeuren. Er zitten allemaal Bitcoiners. En ja, je zit er middenin. En het is gewoon. Het is niet niks wat er gebeurt. Het is wel serieus. En hoe is Ja, het nu je dat daar? zegt. Hoe is het daar om te reizen? Sorry. Naartoe te gaan. Ja, qua veiligheid. En hoe verloopt zo'n reis op dit moment? In ja, toch een redelijk gecontroleerde reis moet je natuurlijk nu doen met allerlei vereisten. Ja, toen ik er Testen. naartoe ging, 2 weken voor de conferentie, dus 2,5 week geleden, toen moest ik PCR-test laten zien. Maar ik hoorde dus van mensen die er waren, die dus vlak voor de conferentie kwamen, dat je dus voor die bitcoins werd een uitzondering gemaakt. Dus positieve discriminatie, die mochten gewoon het land in zonder iets. En nu, ja, ik weet niet hoe het nu precies is, maar het schijnt dus wel weer te zijn veranderd onlangs. Voor iedereen. Ja, ik zag een nieuwtje voorbij komen. Ik heb het dus niet geverifieerd nu, maar het schijnt nu weer teruggedraaid te worden dat er geen restricties meer zijn voor inreizen. En ja, dat is ook gewoon weer een manier. Kijk, je kan gewoon niet hebben als je van die Bitcoin-conferenties hebt. Iedereen komt voor de eerste of voor de tweede keer terug naar El Salvador. Dan kan je het echt niet hebben dat een groot percentage wordt geweerd aan de poort. Nee, nee. Dat gaat niet. En Mexico, dus een uurtje vliegen ervan, die is al, nou ja, 2 jaar lang open. Dus het is ook niet zo dat ze Ja. dan weer anders zijn dan de buurlanden. Ja, en qua Nee, veiligheid op precies. straat, zeg maar. Want hè, als je het ministerie van Buitenlandse Zaken moet geloven, is het heel onveilig. Gevaarlijk. Nou, tijdens mijn eerste 6 weken daar in september voelde ik me echt super veilig. Afgelopen 2 weken ook wel. Maar er waren wel in één keer veel meer moorden. Of zo. Er gingen allemaal berichten rond dat er in één keer 30 mensen waren vermoord in een week tijd of zo. Dat echt super hoger is dan het gemiddelde. En er En gingen dat dan zit het verhalen dat het dus. kwam, dat het dan kwam door de oppositie, die dat dan weer deden om weer een soort van verhaal, ja, narratief rond te laten gaan. En ik weet niet wat er van waar is, maar ik ben gewoon in San Salvador gebleven. En dan nog in de beste buurt waar je kunt zijn, in San Benito. Dus ja, ik heb me gewoon veilig gevoeld. Absoluut. Dus en er zitten procentueel steeds meer bitcoiners tussen, hè, onder die moorden. Dat wel. Ja, Dus. nou, dat blijft volgens mij allemaal ver buiten de stad. Want op elke hoek van de straat staat wel een grote shotgun met een man met een petje. Dus Met een dat is geen Chivo-pet. grap. Ja, Ja. oké. Okay. Nou, klinkt, ja, ik heb ook wel veel foto's gezien. En ja, het klinkt echt wel als een leuk vakantieland. Dus ik zou Nou, het is zeggen. ook wel bijzonder, toch, dat er allerlei mensen naartoe gaan, eigenlijk vanuit hun eigen initiatief, hier en daar met zakelijke belangen, maar over het algemeen gewoon om te zien wat er met Bitcoin gebeurt. Allemaal naar een land trekken en dan ook nog allemaal het goede woord gaan verspreiden. In de geschiedenis Ja. hebben we dat vaker gezien, maar dat Ja. was met iets meer bloed. Ja, precies, ja.
Ja, het was ook nog een van de dingen die met wie ik het over had in El Salvador. Dat Bukele het eigenlijk heel anders had kunnen aanpakken. Dus nu hebben ze dus binnen 90 dagen eruit geknald. Een wetvoorstel, wet en dan legal tender. Maar hij had ook kunnen zeggen van beste Bitcoiners, kom met z'n allen hier naartoe. Ga de bevolking onderwijzen, ga de educatie doen. En dan over 2 maanden gaan we dus een wet voorstellen. En dan vanuit daar gaan we werken. Want nu qua educatie is dus echt niks gedaan. En vanuit Nee. marketing perspectief was dat natuurlijk een geweldige zet geweest. Van joh, hier heb je vast het wetvoorstel, kun je vast inlezen. Dit gaan we doen, maar kom vast met z'n allen, want over een maand gaan we ermee beginnen. Ja, al denk ik wel dat de actie pas echt begint als het daadwerkelijk er is of zo. Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja. Want ik denk dat dit gewoon een kwestie was van de doorpushen en we gaan zo snel mogelijk alles regelen, maar niet we gaan gewoon starten wanneer we willen starten, zeg maar. Ja, inderdaad. En moeders Hubach, even de oren dicht. Zou je er kunnen wonen in El Salvador? Je kunnen vestigen? Op zich wel, ja. Ja, het is Voor wat een ik zeg, tijdje. ik ben 2 dagen terug, maar ik zou er wel weer 2, 3 maanden langer kunnen blijven. En als je echt in dat leventje zit, ja, er zijn ook best wel, op zich, er zijn best wel wat mensen die gewoon goed Engels praten. Ook weer de jonge bevolking, die, ja, je moet niet met je Engels aankomen bij de lokale pupusa-plek waar je eten haalt. Maar nee, het is echt interessant om daar gewoon te zijn. Ja, want dat is natuurlijk wel zo, hè. Nederland is eigenlijk, ja, mensen zijn over het algemeen met de andere dingen bezig nu. En niet zozeer met Bitcoin. En daar heb je natuurlijk wel meer kans dat je Bitcoiners ontmoet in die zin. Die een beetje in dezelfde bubbel Ja, zitten. met gemak. Ook gewoon echt locals die gewoon geïnteresseerd zijn. En ook niet, ze snappen het, ze beginnen het te snappen. En ja, misschien is het ook wel de bubbel waar ik dan in heb gezeten. Die trekt je maar hier naartoe en die local nodig je uit voor die verjaardag. En er zit ook weer een paar bitcoins en zo. Maar Ja, ja. ja. Maar dat is wel een stuk leuker, denk ik, ook om uit te leggen, toch? Als je mensen hebt die het zelf willen leren, in plaats van dat je iemand op een kringverjaardag in Nederland probeert te overtuigen dat Bitcoin eventueel de toekomst kan zijn. Ja, Zijn ook twee dat. Maar verschillende ook ja, perspectieven. andersom. Ik ben dan een half jaar weg geweest, zo'n beetje. Dan kom je terug en dan hoor je van mijn ouders dat ze aan iedereen mag uitleggen wat ik doe en wat mijn werk is. En dan in Nederland is het dus altijd nog weer negatief dat je een trader bent en snel rijk wil worden. Dat is een beetje de status quo van mensen, de meningen over Bitcoin nog in Nederland. En als je daar bent, die hele fase, of dat hele verhaal, dat gaat daar gewoon niet op. Iedereen zegt van, oh ja, ik kan gewoon een betaling doen. Dat is gewoon een hele andere manier Ja. van Bitcoin uitleggen. Dat is natuurlijk hoe Bitcoin hoort te zijn en niet dat hele speculatieve circus eromheen. Ze bekijken het eigenlijk nuchterder. Ja, eigenlijk wel. En in Nederland kijkt gewoon iedereen vanuit die westerse bril en hebben ze geen idee waarvoor het nou echt, Dollars. ja, Dollars. waarvoor het nou echt nuttig is of kan zijn. Ja. Maar toch nog even, hè. Ik lees ook wel in chats en zo, Bitcoin versus bijvoorbeeld centrale planning of politieke controle. Op dit moment is dat tot nu toe wel een utopie, hè. Je ziet in ieder geval dat een land wordt gecontroleerd door denk ik, toch een beperkte groep, hè. De Bukele-clan of in ieder geval zijn vertrouwelingen of zijn partij. En een Bitcoin-standaard. Dus ja, hoeft elkaar niet te bijten, maar het is natuurlijk nog niet zo dat Bitcoin de politieke leiders zwakker maakt op dit moment. Het is ook niet zo dat, dat je van El Salvador nu kunt zeggen, inderdaad, nu ze met Bitcoin bezig zijn, dat het het vrijste land ter wereld is en weet ik wat allemaal. Maar Nee, absoluut niet. dat hoeft ook niet. Dat zijn ook een beetje dingen die we misschien zelf projecteren op Bitcoin, zeg maar. Ja, misschien wel, ja. Uiteindelijk de echte wereld gaat zich uiteindelijk gewoon op een bepaalde manier aanpassen aan een wereld waarin Bitcoin ook een rol speelt. En dat zal niet totale controle van Bitcoin over al het financiële verkeer zijn. Maar ook niet meer dat alleen maar centrale banken het voor het zeggen hebben. Er zijn andere opties. Dat is het, denk ik. Ja. Je ziet het nu al met die obligaties. Het is gewoon even een nieuwe manier om geld op te halen. Maar dat is natuurlijk op veel Ja. meer manieren. Je kunt Bitcoin gebruiken. En hoe je dat doet, En mag iedereen obligaties zijn weten. niet nieuw, natuurlijk. Obligaties, staatsobligaties, daar is heel de westerse wereld op gebouwd, geloof ik. Ja, maar net een ander smaakje die je nu hebt. En dat gaat met alles zo zijn. Ja.
Ja, oké, okay, dus meer keuzevrijheid kun je zeggen, hè? Dus er is in die zin meer, ja, meer keuze wat dat betreft. Ja, Meer. kijk, dan kan je ook weer zuur doen bij in El Salvador als je die banken en zo, die waren verplicht om dat te gaan accepteren binnen 90 dagen. Kun je zeggen, is dat dan wel een keuze? Weet je wel, er zijn altijd dingen die geforceerd worden, maar in de kern is het inderdaad gewoon, er is een alternatief. Dat heb ik ook voor mijn spaargeld. Gewoon van als ik wil sparen, dan ga ik dat niet in de euro doen, want ik zie een ander geld waar ik meer waarde aan hecht. Nou, dat is het. En Ja. hoe hopelijk, om de Bitcoin-standaard nog een keer aan te halen, dat wordt daar ook in gezegd van Bitcoin kan er ook voor zorgen dat het de andere geldsoorten wat eerlijker worden weer. Ja, dat het gewoon in het Wat meer geheel naar. houdt. Want als ze echt de verkeerde afslag Ja. nemen, dan zijn ze alles kwijt qua Precies, dat je kunt zeggen invloed. van. Tuurlijk is het, nou dan heb je nog een valuta, maar die moet wel meer in dienst staan van dit, dat en zo. En niet voor om het redden van grootbanken en zo. Als dat het resultaat is, dan. We zien nu tegenovergesteld hoor, met die central bank digital currencies, maar dat terzijde. Als dat Ja. uiteindelijk het resultaat zou zijn, dan is het ook goed. Ah, je zou bijna zelfs nog kunnen zeggen dat Chivo gewoon een door Bitcoin gedekte CBDC is. Ja, als je zegt, ja, Ja. misschien wel, ja. Ja, misschien wel, Ja, ja. en het is er dan dus eentje die misschien wel werkt. Ja, inderdaad. Dus ja, ook daar weer van Chivo. Het werkt soms niet, het is centraal. Het blijft niet des Bitcoins, maar het is een begin. Ja, en je kunt het dus blijkbaar gewoon downloaden als je zelf geen bankrekening kunt krijgen. Ja, dat Dat is wel. al heel wat. Ja. Oké, nou ja, goed. Dat, ja, volgens mij hebben we best wel behoorlijk wat, wat besproken, toch? Over Ja, El Salvador. we zullen er vast nog regelmatig op terugkomen, want er gaat nog genoeg gebeuren. Voor al dat soort nieuws en het nieuws van nu kun je naar bitcoinmagazine.nl natuurlijk. Ja, en dan hebben we ook nog de socials, Telegram, Facebook en YouTube en Twitter natuurlijk. Nou, Arnold, super bedankt voor je toelichting Geen dank. en voor uw, ja, ik bedoel voor nu geniet van Nederland tussen haakjes Ja, gaan en we best doen. ja, hopelijk, nou, we gaan je volgens mij binnenkort weer in een ander land, volgens mij Zuid-Afrika toch, stond op de Ja, planning. klopt ja. Als het allemaal Dus mag. volgens mij weer een heel ander krachtveld. Nou, tot de volgende keer. En ik zou zeggen, ja, hold along. Tot Yes, ziens. later. Later.